De provincie Groningen maakt zich op voor de statenverkiezingen van morgen. Traditiegetrouw is de opkomst bij deze verkiezingen minder dan die bij bijvoorbeeld de Tweede Kamer of de gemeenteraad. Reden daarvoor is dat veel kiezers vaak niet goed weten wat de provincie precies doet. Waar werken we? Hoe gaat het met de natuur? Al die dingen waar je s'avonds met elkaar over praat of het wel goed gaat of niet goed gaat en wat er zou moeten gebeuren. Daar gaat provinciale politiek over. En dus is het ook heel erg van belang dat mensen morgen gaan stemmen, want er is eigenlijk geen enkele reden om te zeggen ik ga wel bij de landelijke verkiezingen, wel bij de gemeenteraad en ik zou niet bij de provincie gaan. De provincies bepalen de samenstelling van de Eerste Kamer. Het is dus voor het nieuwe kabinet belangrijk ook hier een meerderheid te halen. Dus hoopt men dat er morgen veel mensen hun stem gaan uitbrengen. Ik vind het gewoon nodig om te stemmen, om mijn stem te laten horen. Weet je eigenlijk waarvoor de provinciale staten staan, wat ze doen? Nou, niet echt. Maar ja, ik moet wel stemmen, want anders mag ik er niet over meepraten, vind ik. Dus ik ben een echte Groninger en ik woon sinds kort in Friesland. En daar moet ik me nog helemaal in verdiepen wat ze doen. Dus ik zal vanavond eens op internet kijken. Commissaris van de Koningin Hans Alders roept alle stadjes op om morgen vooral te gaan stemmen. Ik hoop dat we dezelfde opkomst hebben, op zijn minst dezelfde opkomst hebben als de vorige keer. Wat mij betreft kan daar een stijgende lijn in zitten. En dat mensen allemaal wel overwogen hun stem uitbrengen. Zodat we weer weten welke provinciale staten, hoe samengesteld de komende jaren gaat over datgene wat in Groningen van belang is.